Muziekvereniging Uggelen wint de papierschepper. Editie 38 van de Klaverbladloop bij Groen-Wit. In de hele maand januari gaan de deuren van Balletstudio Danstiek weer wijd open. Christelijk Lyceum bestaat 90 jaar. Binnenkort Route Canadian Walk met een speciale app. Koningin Maxima op bezoek in Uggelen. In een boelvolle zaal van het Dorpshuis Uggelens Belang werd zaterdag de papierschepper uitgereikt. Sinds 2003 wordt jaarlijks de dorpsprijs uitgegeven. Dit jaar werd dat de muziekvereniging Uggelen. Waarom heeft dit jaar de muziekvereniging gewonnen? Nou, de muziekvereniging heeft dit jaar de prijs gewonnen. Vanwege het feit dat ze al, natuurlijk, ze bestaan 100 jaar. De muziekvereniging of hun voorgangers, in de 90er jaren zijn ze gefuseerd. Maar in die 100 jaar en de afgelopen jaren hebben ze eigenlijk de verbindende factor gespeeld in Uggelen tussen jong en oud. Allerlei groeperingen vinden plaats. Tijdens festiviteiten komen ze als het ware opdraven. Je ziet het vandaag ook, want ze wisten niet dat ze hier moesten zijn. Omdat ze de prijs kregen. Maar omdat ze een eeuw oud waren, hebben ze uitgenodigd. Zonder dat ze dat wisten dat ze de prijs kregen. Nou, die verbindende factor in Uggelen is eigenlijk een van de basisprincipes voor het uitreiken van de prijs. En dat heeft de muziekvereniging gedaan de afgelopen jaren. Het zou een verrassing moeten zijn, maar... Jullie hadden het al stiekem verwacht dat jullie... Ergens wel. We hoeven eigenlijk niet zo vaak te spelen met de nieuwjaarsreceptie. Maar ja, je weet het niet zeker voordat het ook echt zo is. De prijs De Papierschepper kent een lange geschiedenis. Dat is eigenlijk van oudsher de industrie die hier is. En het is ook het beeld in Uggelen wat centraal staat. En wat als het ware de mensen die hier zijn komen wonen, als het ware verbindt met elkaar. En Lex Quartel, de maker van het beeld, van het grote beeld, zit ook in de commissie. En die heeft een aantal kleine beeldjes van de grote beeld gemaakt. En dat is eigenlijk wat jaarlijks uitgereikt wordt. Voor diegene die van oudsher, of al jarenlang, de verbindende factor is geweest. Zoals vroeger het papier scheppen, het papier maken eigenlijk. Wat nog steeds overigens in Uggelen gebeurt, ook de verbindende factor is geweest. De muziekvereniging Uggelen jubileerde vorig jaar. Deze prijs is dan ook een bekroning op een jarenlange bestaan. Vorig jaar, 2019, 100 jaar muziek in Uggelen hadden. Dat we dan ook voor dat jaar 2019 de dorpsprijs mogen winnen, vinden we echt fantastisch. Ja. Echt een waardering voor wat al 100 jaar muziek in Uggelen is, dat wij dat nu mogen ervaren. Editie 38 van de Klaverbladloop. Groen-Wit is een voetbalclub, toch? We zijn inderdaad een voetbalclub, maar van oudsher is deze loop altijd georganiseerd omdat we vanuit de winterstop toch weer als voetballers ook fit willen worden. En met de jaren heen is het eigenlijk steeds bekender geworden en daardoor komen er ook steeds meer hardlopers op af. Ook een aantal mensen die het zien als voorbereiding op de midwinter? Dat klopt. Ja, ik heb al meerdere mensen gehoord die ook weer de acht van Apeldoorn gaan lopen. En dit een mooie opstap zien als eerste vijf. Of misschien zelfs al de 10 willen meenemen, de 10 kilometer. Dus dat is een mooie voorbereiding. Dat klopt. Allemaal, ik ga zo meteen aftellen en fluiten als we starten. 5, 4, 3, 2. Nou gaan jullie, Beekbergse Broek heet het in, hè? Dat zijn niet echt de meest brede weken die we hebben. Hoe lastig is dat als organisatie? Ja, nou ja, je moet er rekening mee houden. En we zorgen dat alles goed aan is gegeven, hoe je kan lopen. We hebben een heleboel ieder jaar weer enthousiaste vrijwilligers die als verkeersregelaar het examen afleggen en zorgen dat alles goed loopt. En over het algemeen gaat het daardoor ook allemaal heel voorspoedig en veilig. Hoeveel lopers heb je? Of hoeveel lopers kan je hebben? Laat ik het zo zeggen. We hebben vorig jaar, geloof ik, ongeveer 300 lopers gehad. Ik heb begrepen van de chef Tijd vandaag dat we tot nu toe iets minder aanmeldingen hebben gehad. Maar ja, dat weet je altijd pas aan het eind van de dag. Want er lopen ook een heleboel mensen gewoon op het laatst nog binnen. Omdat je ook echt aanmeldt op de dag zelf. Dus dat zal ik je na de wedstrijd kunnen vertellen. Hoeveel het er precies zijn. Dat is nummer 9, dat is Tom Kleist. Tom, gefeliciteerd. Nummer 1 op de 5 kilometer. Hoe was het? Het ging lekker. Ik ken het parcours niet, ik heb nog nooit hier gerend.
Dus begin, die dijk was wel zwaar met wind tegen. Maar daarna was windje mee, toen ging het echt soepel. Gewoon lekker ritme, gewoon door. Dat was fijn. Een fijne vijf. Ik ben me niet aan het voorbereiden met een marathon. Ik ben een weekendje weg met mijn vriendin en we wilden graag een hardloopwedstrijdje doen. En toen kwamen we toevallig bij deze uit. Dus ja, gewoon voor de lol. Okay. Nou, nogmaals gefeliciteerd, dankjewel. Ja, dankjewel. En daar gaan ze. Heb je al nagedacht over editie 40? Want dan moet je vieren volgens mij. Daar hebben we op dit moment nog niet over nagedacht. We denken eerst aan editie van vandaag. We willen zorgen dat alles heel erg goed weer gaat verlopen. Dat we heel veel plezier hebben met z'n allen. En dat iedereen een mooie start heeft van het jaar. Maar ik weet wel zeker dat we van editie 40 wel een hele speciale editie gaan maken. Zeker. Zaterdagochtend om 7:50 is er op de A1 ter hoogte van Uggelen een auto in aanraking gekomen met een geparkeerde kleine vrachtwagen. De auto kwam vervolgens in de berm tot stilstand. De bestuurder van de auto hoefde na controle door het ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis. De auto is door een berger afgesleept. Zondagavond om 9:45 is de brandweer uitgerukt voor een autobrand in Malkenschoten. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon ze niet voorkomen dat het voertuig, een Audi Q8, forse schade opliep. Oorzaak van de brand is onbekend. De politie sluit brandstichting niet uit. Op de N302 de Kootwijkerweg is vanmorgen omstreeks 6 uur net voorbij de afrit van de A1 bij Uddel een drachtig hert aangereden door een vrachtwagentje. Het vrachtwagentje reed in de richting Uddel toen het hert plotseling de weg overstak. De klap was dusdanig hard dat het dier op slag dood was. Een van de inzittenden van het vrachtwagentje is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door de aanrijding werden er 2 rijstroken afgesloten, waardoor het verkeer via de middenberm het ongeval moest passeren. Het vrachtwagentje liep flinke schade op. Het dode dier is door een faunabeheerder opgehaald. In de hele maand januari gaan de deuren van Balletstudio Danstiek weer wijd open. 1 voor 1. De Balletstudio is al 42 jaar gevestigd in Apeldoorn. Uitsluitend klassiek ballet en vanaf 10 jaar modern, jazz en karakter. Karakter is een soort volksdans, maar wel met de klassieke techniek. En komt eigenlijk in ieder klassiek repertoire voor. In ieder klassiek ballet. Balletstudio Danstiek is de enige school, bijna denk ik in heel Nederland, die uitsluitend dus klassiek ballet geeft. En dat is dus de ondergrond van alle dansvormen. En u bent al 42 jaar eigenaresse van dit bedrijf. Ja, heeft u nog andere dromen of wensen wat u nog zou willen bereiken? Voor de toekomst? Dat ik nog veel meer leerlingen en heel lang nog het klassieke balletonderricht mag geven. En dat ik ook hoop dat zoals de liefde die ik voor deze vorm van kunst heb, dat ik dat mag doorgeven naar heel veel jongere generatie. En daarmee dan ook bij de oudere generatie. Want ook bijvoorbeeld wat ik vaak merk, dat de leerlingen na een maand zeggen, nou ik wil toch wat anders, een paardrijden, pianoles, weet ik veel. Dat de ouders dat toestaan. In mijn geval, het is heel lang geleden, zeiden mijn ouders, je mag doen wat je wil, maar je houdt het minimaal een jaar vol. En dat heeft mij wel, nou niet mij, maar mijn zusje was, die flipte na een maand dit, dat, ze zo. En ze heeft eigenlijk nooit iets gevonden wat echt haar hobby, waarvan ze, want dat ben ik een bevoorrecht mens, dat ik van mijn hobby mijn werk heb mogen maken. Zoek een goede balletschool waar je echt de klassieke ballet met alles wat erbij komt leert. En kijk van daaruit, want als je een keer van dansen houdt, dan hou je ook van alle vormen van dansen. Maar het klassieke ballet is het belangrijkste. Gistermiddag omstreeks 3 uur is de brandweer met meerdere voertuigen uitgerukt voor een schuurbrand aan de Eerbeekseweg in Loenen. Er was sprake van een grote rookontwikkeling. De brand is waarschijnlijk ontstaan door werkzaamheden in de schuur. De schuur moet als verloren worden beschouwd. Ik
Christelijk Lyceum bestaat 90 jaar. Dat wordt groots gevierd. Ja, vandaag hebben we de opening voor de leerlingen. We hebben onder andere hooggeëerd publiek of bezoek eigenlijk van prins Floris en de nieuwe burgemeester, de heer Heerts. Maar vooral de leerlingen hebben ook een rol, want die gaan prachtig zingen, die gaan vragen stellen aan de burgemeester en aan de prins. En die gaan na afloop van de vlaggen hijsen door de prins en de burgemeester ook nog silent disco doen. Hoe vindt u het dat er zo'n hoog bezoek vandaag aanwezig is? Nou, absoluut leuk dat zij ook belangstelling hebben voor het Lyceum 90 jaar. Dus daar zijn we eigenlijk zeer vereerd mee dat zij allebei willen komen vandaag. Hoe vindt u dat zo veranderd is door de jaren heen? Ik moet eerlijk zeggen, 68 tot 74 heb ik hier gezeten. Die sfeer is eigenlijk nog steeds hetzelfde. En dat klinkt gek, maar dat is echt zo. Onderwijs verandert, maar de sfeer op het lyceum is nog steeds hetzelfde wat mij betreft. Een hele leuke, goede, veilige sfeer. Want wij zijn natuurlijk super trots dat wij een prins op onze school hebben gehad. En hoe heeft u deze opening beleefd? Nou, heel plezierig moet ik zeggen, want het is 26,5 jaar geleden dat ik hier voor het laatst geweest ben. En als ik het zo zie en ik kom weer door dezelfde deuren heen en ik zie allemaal die lokkers weer, dan krijg je echt het gevoel alsof je weer op school zit. En het was heel leuk te zien en heel mooi hoe de leerlingen zongen. Er hebben twee leerlingen gezongen. En dat was fantastisch om te zien en zongen ook heel goed. En ik vond het leuk hoe de leerlingen daarop reageerden. Dus heel leuk om hier weer te zijn. U hebt zelf ook op de school gezeten. Hoe kijkt u er naar terug? Nou, eigenlijk zoals ik net al zei, ik vond het een hele plezierige periode. Ik heb hier 6 jaar op school gezeten. Gelukkig ben ik niet blijven zitten. En het leuke vind ik dat ik hier eigenlijk vrienden heb gemaakt waar ik nog steeds mee omga. Dus eigenlijk 4 hele goede vrienden uit de schoolperiode die ik nog steeds zie. Waar we vorig jaar ook nog mee zijn gaan skiën. Dus ik kijk terug met heel veel plezier op een leuke schoolstaat. Het is een goede school en ik vind het ook leuk om vandaag een oud leraar, Nico Berissen, en de heer Kuiper tegen te komen. Dus dat is alleen maar leuk om te zien. Dat is heel mooi. En wat is er allemaal te doen dit jaar? Nou, we hebben natuurlijk heel veel activiteiten voor leerlingen. Die bestaan wel voornamelijk nu nog uit allerlei feesten met extra jubileumtinten. Maar we hebben ook nog 2 grote activiteiten eigenlijk in het vooruitzicht. We hebben natuurlijk de reunie, 26 september 2020. Dus bij deze ook een oproep om aan ieder onze website goed in de gaten te houden. En we sluiten het jaar af met een leerlingenconferentie in Orpheus, waarbij leerlingen echt invulling gaan geven. Gedachten zijn nu aan een soort van filmfestival met gesprekken daaromheen. En aansluitend ook willen we alle ouders uitnodigen om het jubileumjaar af te sluiten. Maar tussendoor voor de buurt, voor de relaties, voor de collega's en vooral natuurlijk voor leerlingen staat er van alles nog op het programma. En als laatste, staan we hier over 10 jaar nog voor de 100ste bestaan van deze school? Je bedoelt fysiek? Dan sta ik hier niet meer. Ik ben op de reunie dan aanwezig en help absoluut organiseren als dat nodig is. Maar nee, dan zit ik hier niet meer op school. Maar ik denk dat we hier als lyceum zeker nog bestaan als bruisende school. Ja. Ongetwijfeld. We zijn een school in groei en bloei en dat zijn we ook over 10 jaar nog. Ja. De route die de Canadezen tijdens de bevrijding van Apeldoorn liepen, kan binnenkort opnieuw beleefd worden. Daarvoor is een speciale app ontwikkeld. Het wordt een app wat in het teken staat van 75 jaar bevrijding Apeldoorn. Volgend jaar, of dit jaar, in 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. En naar aanleiding daarvan brengen we de historie van Apeldoorn tijdens en na de oorlog in beeld tijdens een speciale Canadian Walk app. De route start bij het Canadees Monument aan het begin van de Lolaan en kent 28 plekken waar via de app extra informatie wordt gegeven. Het is eigenlijk een eerbetoon aan het vroegere defilé's van de Canadezen hier op de Lolaan. En die liep ook langs het Oranjepark. Dus hij loopt nu ook vanaf de Lolaan naar de Grote Kerk, van de Grote Kerk naar de Canadalaan,
Canadalaan Oranjepark en hij eindigt in het centrum bij de Paslaan. De verhalen op de app zijn samengesteld door Judith Bartel. Zij kreeg na een oproep veel bijzonder materiaal toegestuurd. We hebben toch naar aanleiding van onze oproepen in de media weer nieuwe verhalen gekregen. Dus dat is ontzettend fantastisch, want anders zou dat erfgoed verloren gaan. Het gaat natuurlijk om verhalen van mensen die al aardig op leeftijd zijn. Of die er niet meer zijn en die hebben dat opgeschreven. Nou ja, als mensen huizen opruimen of mensen overlijden, dan verdwijnen er helaas toch ook wel dingen. Omdat mensen niet altijd weten hoe waardevol het kan zijn. Schriften en multimappen vol, het is slechts een greep van de vele inzendingen. Wat ik er zo bijzonder aan vind, is dat het zo'n goed beeld geeft van wat de mensen hebben meegemaakt. De mensen die in de oorlog leefden, waren mensen zoals jij en ik. En die hadden er eigenlijk niet heel veel mee te maken. Maar ze hadden er wel last van, wat hier gebeurde. En ze maakten dingen mee. Ze waren bang. Ze maakten zich zorgen. Ze hadden honger. Ze hadden geen kleding. En daar moesten ze mee weten te dealen. En dat hebben ze opgeschreven, hoe ze daarmee om zijn gegaan. Dus dat is heel persoonlijk. Hoe erg was het hier in Apeldoorn met de oorlog? Ja, het was een beetje wisselend. Vooral bij de bevrijding, daar horen we wat wisselende verhalen over. Sommige mensen hebben er tussen haakjes niet zoveel van gemerkt. En op andere plekken is er heel hevig gevochten. En zijn mensen in kelders gedoken om te vluchten voor het geweld. En zijn er ramen compleet aan gort geschoten door granaten die binnenkwamen. En was er echt wel heel veel angst dat het echt mis zou gaan. Op de dag van de bevrijding van Apeldoorn, 17 april, wordt de nieuwe route en de app gelanceerd. De 28 stops die de route telt, worden duidelijk gemarkeerd. In de vorm van een tegel met een maple leaf erin gegraveerd. En je kunt via de telefoon kun je het verhaal inscannen. Dus je stopt gewoon op de plek. En we hebben gewoon 28 rustige plekken hier uitgezocht waar je gewoon rustig even het verhaal kunt aanhoren. In de route zitten ook nog een aantal vitrines met een aantal objecten erin. En die objecten vertellen iets over de verhalen in de route. Hoe is dit project bedacht? Nou, het project is ontstaan door een partij die wij opdracht hiervoor hebben gegeven. Het wordt uitgevoerd door Apeldoorn Marketing en het wordt gefinancierd door de gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland, Veluwe Remembers en het V-fonds. Koningin Maxima bracht gisteren een bezoek aan de verslavingskliniek van het Leger des Heils in Uggelen. Eerste keer in Apeldoorn met u. Dag, majesteit. Bijzonder welkom. Ja, dat is heel mooi dat onze koningin aandacht heeft voor ook deze kwetsbare mensen die hier proberen weer het leven op de rit te krijgen. Goedemorgen. Beste wensen. We pakken de verslaving aan, dus dat ze hier eigenlijk de kliniek clean verlaten. Dat is eigenlijk de doelstelling. En dat ze vaardig zijn om in de maatschappij zich te weren. En juist met mensen met een lichtverstandelijke beperking is dat heel belangrijk. Dat zij opgewassen zijn tegen de maatschappij. Tegen alle mensen om je heen die weer die verleiding bij jou brengen. Dus daar trainen we ze vooral in. Hoe doe je dat nou met je buurman, met je vrienden, met je familie? Faisal Felix kikt af en woont tijdelijk bij de verslavingsinstelling. En werkt daar een aantal dagdelen in de houtzagerij. Tegen Maxima vertelt hij dat zijn dochter van 3 ervoor heeft gezorgd dat hij kan knokken tegen zijn verslaving. Ik heb de keuze gemaakt om dit te doen voor mijn dochter. Op de kruising Kaaisdijk en Lange Amerikaweg in Apeldoorn raakte woensdagavond een persoon licht gewond. Een automobilist reed door het rode licht en ramde daar een andere auto. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept. Het verkeer had enige tijd last van het ongeval.